Hoi, welkom. Welkom bij mijn handwerkvlog. Ik ben Gina van Gina's Rolhuisje en ik neem jullie heel graag mee in mijn wereldje van het handwerken. En dit is voor mij een beetje een bijzonder filmpje, want zoals jullie in mijn vorige filmpje hebben gehoord, gaan wij verhuizen. En wij krijgen morgen de sleutel en overmorgen gaan wij echt over. Dus dit is het laatste filmpje in dit huis. En zoals jullie zien, zie je nu een witte muur in plaats van een roze muur. En ja, dat komt omdat ik heel even in een ander hoekje zit. Dus ook geen mooie kast met mijn spulletjes. Ik moet het hier eventjes mee doen. Nou, ik heb jullie een aantal projecten te laten zien die ik af heb gemaakt. Ik heb wat leuke spulletjes binnengekregen. En ik ben met een aantal projecten bezig. Dus neem lekker een kopje koffie, thee of iets fris. En kijk gezellig mee. Ik laat jullie eerst de afgemaakte projecten zien. En ik heb een dekentje wat af is. Sokken wat af is. En mijn rechte driehoeksjaal. Laten we daar maar even mee beginnen. Ik ga hem even afdoen. Dit is het patroon van It's a Sarah en dit is de rechte driehoeksjaal. En dit is hem geworden. Hier zie je de eerste driehoek. En daaronder dan de tweede. Hier begint de derde. En dan heb je hieronder weer nummer 4 en de laatste, nummer 5. En ik heb allemaal mini-strengetjes gebruikt. Het waren geen restjes, maar het waren gewoon mini-strengetjes die ik in, eigenlijk bijna in ja, elke driehoek wel terug heb laten komen. Zoals je ook wel kan zien. Ze zijn natuurlijk wel anders. Maar ja, niet heel veel anders. En de granny steek is natuurlijk ook heel mooi. Echt prachtig. Ik zal even het patroon erbij pakken. Het is een gratis patroon op It's a Sarah's... ja, de website. Even kijken. Zij geeft aan 30 toeren per driehoek. En ik heb 45 toeren. Ga ik het even natellen hoor. Nee, ik heb er 35. Ik heb 5 toeren extra gehaakt. Zodat hij ietsjes groter werd. Vond ik wel mooi, hè? En ik heb daarna... even kijken, hoor. Ik heb de driehoeken aan elkaar gemaakt met as-you-go techniek. En daarna heb ik er een mooie rand met vaste aangemaakt. En ik had zoiets van, ik kies voor de vaste. Omdat het al best een heel druk, hele drukke sjaal is. En ik vind stokjes of een schulprandje of iets anders vind ik dan net te. En nou is die gewoon ja, wat strakker. En ik hou wel van een randje vast eraan. Vind ik echt, echt heel erg mooi. Nou, ik ga er even omdoen. Ik heb deze sjaal gehaakt met de haaknaald van Tjaugu. En dat is de houten versie. En ik heb de 2,5 mm gebruikt.
zodat de vaste ook mooi dicht op elkaar wat strakker valt. Of de vaste. Dus de krinnie steken. En dat vind ik dan wel mooi. Ik heb hem eerst met een 2 mm gedaan. En met een 3 en een 3,5. Maar bij de ene werd die veel te strak en te dicht. En bij de andere veel te los. Had je echt mega gaten. En ja, dat vind ik dan niet zo mooi. Maar ik ben hier heel erg blij mee. Het is een lang project geweest. En nu is die eindelijk af. En dat is echt, echt heel erg fijn. En haar patroon, dat ziet er dan op de foto aan de voorkant. Dat ziet er zo uit. En dan heeft ze nog wat kleine fotootjes. En die ga ik nou even allemaal nog uitknippen. En die plak ik dan in mijn handwerkboek. Want ik hou al een hele tijd een handwerkboek bij. Dat is deze. En hij is al heel dik. En ik ben begonnen in mijn volgende. Maar hier staat die sjaal nog in. En dan wil ik jullie even laten zien. Ik moet hem verder nog wel helemaal bijwerken. Even kijken. Ik heb bijvoorbeeld deze twee foto's erin. Alles valt eruit. Ik heb deze en deze foto. Heb ik er al in geplakt. En deze foto's heb ik bij de HEMA laten afdrukken. En die kun je dan knippen in de maat die je hebt. Ik heb hier ook nog, ik dacht, ja. Even ophouden waar ik was. Ik heb ze dus zo besteld. Dan krijg je dus een, hier heb je dan je fotootje. En hier kan je hem dan knippen. En dan kan je hem of helemaal langs het randje. Of je kan er nog een wit randje omheen laten. Dus echt heel leuk. Qua kosten valt het mee. En je kan zo al je foto's uploaden die je wil gebruiken. Die je wil laten afdrukken. En dan heb je een mooi, mooi projectboek. Met leuke foto's. En dat is echt wel een hele mooie herinnering. Vind ik dan. En mijn tweede project. Die ik af heb gemaakt. Is een tekentje. Dit is het tekentje die ik heb gemaakt, of ik wilde maken, voor ons hondje Pip. Die is vorig jaar in mei helaas overleden. En ik had hem in de kast gelegd. En ik had zoiets, wat ga ik er nu mee doen? En mijn zoontje die had zoiets van, ik wil wel graag een dekentje. Een dekentje voor zijn knuffel. Dus toen dacht ik ga vragen of dat hij dit al een mooi dekentje vindt. Want ik was hier begonnen en ik had hem helemaal af tot het roze. En hij vond hij niet erg dat het roze was. Hij vindt roze ook heel mooi. Dus ik dacht, dan ga ik deze afmaken voor zijn knuffel. Nou, en dat heb ik gedaan. En dit is hem geworden. Echt heel leuk. Het is de corner to corner steek. Ik zal hem even dubbel vouwen, want hij schijnt anders zo door. Ik kan het niet goed laten zien wat ik graag wil laten zien. En dat is even goed de steek. Het is de corner to corner steek. Echt heel mooi. Haakt lekker weg. En ik heb hier wel restjes voor gebruikt. En ik heb hem afgewerkt met ook een heel simpel randje. Een randje vaste. Met een mooi mintkleurig kleurtje. Ja, en dan is deze ook af. Ik moet hem alleen nog wel eventjes wassen en even blokken. Want het randje is gewoon niet zo mooi strak. En dat wil ik toch eigenlijk wel hebben.
Dus ja, een heel leuk tekentje voor mijn zoontje. En hij is 9 april hoopt hij 4 jaar te worden. En ik dacht, dan pak ik hem gewoon even in. Want hij heeft niet gezien dat ik hem af heb gemaakt. Dus dat is een extra leuke verrassing. Nou, dan ben ik alweer bij mijn volgende afgemaakte project. En dat zijn sokken. Deze twee. Dit is wol van A Home Spun House. En het was een setje van een grote streng en kleine strengetjes. En er zaten er eigenlijk 3 bij. Deze. Deze. En een okergele. Maar ik vond de okergele niet zo heel erg mooi. Dus ik heb gekozen om gewoon dit setje zo te gebruiken. Om daar leuke halve sokjes van te maken met een rolboordje. Want ik vind een rolboordje erg leuk. Ik heb hier 64 steken voor opgezet. En ik heb hier 15 steken voor de boord opgezet. Zodat als die dan oprolt, dat je ook nog wel een klein stukje kan zien. Dan heb ik een korte been. De German Short Roll Heel. Nou, en toen de voet en de teen. Ik moet hem nog uitwerken in mijn handwerkboek, dus daarom zitten ook al de steekmarkeerders er nog in. Maar ja, ook heel blij dat ik deze af heb gemaakt. Ik zet voor mezelf altijd 64 steken op. En bij de hiel brei ik er altijd een extra toer aan, zodat hij net een klein stukje ruimer is. En ja, deze zit echt perfect bij mij. Gebreid met de Chowgoo naalden, de 2,5 mm. De korte 23 cm gebruik ik voor boord, been, voet en een stukje van de teen. En de hiel en het laatste stukje, daar gebruik ik een 80 cm of een 60 cm voor. En ja, dat is voor mij ideaal en zo doe ik eigenlijk al mijn sokken. Wat ik dan wel een keer wil proberen, is hem op 2 mm of op 2,25 mm te maken. Want daar schijnt de stof nog mooier te zijn. Maar ja, ik vind deze stof ook al heel erg mooi. Ik brei ook vrij strak, dus mijn steken zijn over het algemeen heel mooi gelijkmatig. Daar ben ik echt heel blij mee. Want dat vind ik gewoon heel mooi. En ik heb nog een paar sokken af. Ik heb sokken gemaakt voor mijn neefje. Dat zijn deze geworden. Nummer 1. En nummer 2. En kijk die kleuren. Echt heel mooi. Deze kleine, of de kleine. Oh, ik heb een mini voor gebruikt. Dat is deze. En die heb ik dus gebruikt voor het boordje. En de teen. En dit is een wolletje van een Home Spun House. En de groene die je hier ziet. En dat is deze prachtige. Die is van Sheep Yarns. Ook heel mooi. Het is alleen dat mijn garen, of de garen van Sheep Yarns, is net iets dunner als die van Molly van A Home Spun House. Maar goed, dat maakt helemaal niet uit. Want het matcht supergoed. En ook in de sok zie je dat eigenlijk helemaal niet. Dus ja, super fijn, super leuk. En hier zitten ook allemaal markeertjes nog in. Want ook die moet ik nog even in mijn handwerkboek schrijven. Nou, dat waren al mijn afgemaakte projecten.
En heerlijk, want nu kan ik deze ook lekker buiten dragen. En ik denk dat ik hem nog wel even was en blok. Maar ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed bij haakwerk. Doen jullie dat wel eens met het haakwerk, ook in de sjaal, zeg maar, met de krenny, dat je iets blokt? Of laten jullie het gewoon lekker zo zitten en is het ook goed? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Nou, deze sowieso eventjes wassen en even blokken voor, alleen voor het randje. De rest hoef ik niet te doen, maar net even dat het randje even wat mooier strakker is. Maar dat zou ik na de verjaardag van mijn zoontje doen, want anders red ik het niet meer. Ja, en waar ben ik mee bezig? Mijn weekendprojectje zit in deze mand. En ik ben bezig met de Cozy Comfort. Nee, dat zeg ik niet goed. Dit is de Cozy Comfort Row. Ik ben bezig met de Memory Blanket. Even, moet ik hem even goed houden. Ik heb mijn eerste vierkantje en mijn tweede vierkantje is af. En ik ben nu bezig met het derde vierkantje. Het is een superleuk project. Ik word er echt heel blij van. En ja, het is heerlijk voor het weekend. Afgelopen weekend heb ik ook heerlijk aan gewerkt. Ik kwam er alleen wel achter. Hè. Even kijken hoor. Ik brei hem op de dubbel point van Chow Goo. En ik was gestart met de 15 centimeter. En ik was aan het breien. Ik zette ze op. En ik kwam dus een beetje ruimte tekort. Dus toen dacht ik, oké, ik moet even de langere. En ik had hem heel graag willen hebben met een dopje. Zodat hij niet... zodat de steken dan niet afvallen. Maar die kon ik eigenlijk niet vinden in een 20 centimeter lengte of iets korter. Dus ik heb gewoon maar de 20 centimeter van Chow Goo gepakt. En ja... Super blij mee. Want zoals je ziet. Als ik ze even een beetje wijder doe. Kunnen ze er nog wel afschieten. Maar ik heb wel ruimte. Dus ik doe het eigenlijk altijd een beetje bij elkaar. Als ik ga breien ook. Dan breng ik allemaal een beetje zo naar de punt. En dan brei ik hem zo verder. En dan hou ik lekker wat ruimte over. Dat ik niet bang hoef te zijn dat het er afschiet. Ook aan de andere kant als ik aan het breien ben. Dat het gewoon lekker op blijft. Dus ik ben heel erg tevreden met deze naalden. En ook heel erg blij dat ik dit besteld heb. Want ik twijfelde eerst wel. Maar toch heel blij dat ik het gedaan heb. Want ja. Anders dan. Ja, ik breide toch niet zo relaxed als ja, dat ik dat wilde. En dit is mijn steekmarkeertje die ik eraan heb. Het is moeilijk te zien wat erop staat, maar het zijn hyacinten. Erg mooi. Dus dit stop ik er allemaal weer even in. En dan heb ik nog een projectje waar ik aan gestart ben. En ik had op de vakantie vorig jaar, we zijn naar Texel gegaan, 2 weken. En toen had ik hele mooie wol gekocht. Texelse schapenwol. Deze 3 bollen. Een hele mooie grijze. En deze heet Schelpengrijs en hij komt... De schaap loopt in de buurtschap op Texel in Den Horen en Spang. En dit is het label. En ik heb hier een bij het opwinden van de bol heb je altijd de afknipdraadjes en die heb ik bewaard. Dus die heb ik hier aangedaan en die kan ik ook zo in het boek doen. En deze gaan ook in het boek. En dan had ik
Ja, dit is een beetje bruin-grijs. En dit is de kleur sluftergrijs. En de schapen lopen daar op de hoge berg en in Spank. Ook met zo'n mooi label. En dan had ik nog een donkerbruine. En deze heet Tessels Blauw. En die kun je, dus die schapen kun je ook vinden op Spang. Ja, en die zat nog bij Lamswol van het eiland Texel. Mooi en bijzonder. Nou, inderdaad. Ik ben hier ook echt heel erg blij mee. Het is alleen wel, ik ben er dus wat mee aan het breien. Dat zijn kleine projectjes. Maar ja, ik krijg er een beetje zere vingers van. En dat komt omdat het heel stug is. Het is echt, echt heel stug. En ik heb eigenlijk altijd maar merino wol. Dat is natuurlijk hartstikke zacht. En dit is gewoon echt een stuk stugger. Dus op een gegeven moment kreeg ik wat schale plekjes op mijn vinger. En waar ben ik dus mee bezig geweest? Ik heb een leuk vierkant lapje gebreid. Waar ik nog eventjes een rand omheen moet haken. En dan heb ik een onderzetter. Dus ik wil van deze wol wil ik leuke onderzetters gaan maken. Ik ben er wel achter dat ik te weinig steken op heb gezet. Want ik heb even kijken. Ik heb 20 steken opgezet. En het mogen er wel 25 worden. En dan kan er nog een mooi gehaakte randje omheen. Dat vind ik gewoon heel erg leuk om haken en breien hiervoor samen te gebruiken. Nou, en dan ga ik hier dus hele leuke onderzetters van maken. En in alle kleuren ga ik er dus een paar doen. En mijn moeder wilde er ook een paar. Dus dan ga ik ook nog op zoek naar leuke labeltjes. Wij hopen weer naar Texel te gaan. En dan hoop ik daar labeltjes te vinden. Met een schaapje of met Texel erop of zo. Dat lijkt me dan wel heel erg leuk. Dus ja, hier ben ik ook af en toe lekker mee bezig. En dan heb ik nog iets. Maar dat tasje ben ik vergeten. Die ga ik heel even pakken. Zo, daar ben ik weer. Ik moest even dit tasje pakken. Waar ook nog een heel leuk project in zit. Ik ben bezig met sokken. En ik heb er al één af en ben met de tweede bezig. En dit is mijn eerste. Ook weer een rolboordje. Een enkel sokje. En zoals je ziet is dit een DK-wolletje. Ik gebruik deze twee kleuren. En zijn van Molly van de Homespun House. En heel fijn, heel zacht. En ook erg leuk om een keer weer de DK-wol in mijn handen te hebben voor sokken. En even kijken. Ik ga heel even tellen. Ik heb 48 steken opgezet. En ik brei hem op de 325. En ja, dat is heel fijn. Dat is heel mooi. En ik ben bezig met mijn tweede sok. En daar ben ik nu een klein stukje op weg. Het rolboordje zit er dus in. En een stukje van het been. En zoals je bij deze al ziet... Je ziet weinig van de
van het boordje nog, van het roze. Ik heb hier 10 steken voor opgezet. En ik vond het wel leuk als deze wat rolde naar mijn nieuwe kleur. Een keer weer wat anders. Wel, heel veel anders is het ook niet, maar ik vond het wel heel erg leuk. Dus ja, hier ben ik ook mee bezig. En ondanks dat ik dus druk ben met verhuizen, heb ik ook echt bewust veel handwerktijd ingepland. Omdat ik, de handwerken geeft me ook echt heel veel ontspanning. En dat heb ik tussendoor ook echt nodig. Iedereen denk ik wel. En zo blij met deze hobby dan. Maar dit waren al mijn projecten die ik op mijn naalden heb staan. Die ik af heb gemaakt. En dan heb ik nog een paar aankopen. Oh, moet ik hem even. Jullie staan op mijn karretje. Op zo'n trolleykarretje. Dus ik moest heel even mijn tasje pakken. Ik had een heel leuk setje gekocht bij Molly van een Homespun House. En ja, dat is deze tas onder andere. Superleuk. Moet heel erg denken aan de lente. De konijntjes, de kipjes, lekker picknicken. Boekje lezen, lekker schommelen. Ja, echt super, super leuk. En een mooie boom, een lief poesje, tulpjes. Ja, ik word hier heel blij van. En in deze, dit was dus een set. Daar zat dit doosje bij. En dit is een doosje waar je stekenmarkeerders in kan doen. Lijkt mij ideaal. En er zat nog 2 naaldenstoppers bij. Hele leuke balletjes met een beetje confetti erin. Superleuk. En een sokset. En dat is deze. En deze noemt ze Farmers Market. Het is 75% Superas Merino, 25% nylon. Er zit 480 meter op. En totaal dan 480 meter. Want het is 120 gram. 100 gram, 20 gram. En dat heeft ze bij elkaar opgeteld. Ja, echt, echt prachtig. Heel mooi. Dus die ga ik binnenkort ook opzetten. Er zat nog een heel leuk kaartje bij. Bedankkaartje. En achterop nog wat mooie fotootjes en haar logo. Ik had daarnaast nog een steekmarkeerder erbij gekocht. Eentje die ik al heel lang wilde hebben. Wat me deed aan het strand doet denken. Het is een steen met een, dat is lastig om te laten zien, met een krapje en een schelp en wat zeewier. Ja, superleuk. En ik hou van het strand. Wij zijn getrouwd op het strand en ik vind het een hele leuke markeerder om bij mijn collectie te hebben. Dan had ik van Molly van haar Homespun House, daar ben ik Patreon bij. En ik had, daar kun je dus kiezen of dat je alleen haar vlogfilmpjes wil zien. Of dat je daarnaast ook nog wat wolletjes wil. En daarnaast kan je dus ook nog een sokset kiezen. Nou, ik ben een tijdje lid geweest van de hoogste. En dan kreeg je dus ook een sokset en de minis. En die heb ik sinds vorige maand heb ik die helemaal naar beneden gezet. Omdat ik eigenlijk genoeg heb. En niet altijd alle kleuren zijn mijn kleuren. Dus ik betaal er gewoon een hoop voor. Dus ik had zoiets even pauze. Maar mijn laatste setje laat ik nog even jullie zien.
En dat is deze. En deze heet bouquet. Het is de februari 2023 sokset. Het is totaal 70 gram, 50 en 20. En deze drie minis. En dat is 30 gram bij elkaar, dus 10 gram per mini. Erg leuk. En sinds hele lange tijd had Eline van Crealine Designs weer een shop update. Oh, en ik zag deze en dan denk ik, oh, die moet ik hebben. Kijk nou, hoe mooi. Echt, echt heel mooi. Dus ik ben hier heel blij mee. Ja, en ik ben ook heel blij dat ze terug is. Dus Eline, als je kijkt, welkom terug. Superleuk, echt superleuk. Nou, dit was het. Ik, ja. Ik heb niks meer te vertellen. Ik ga weer verder nu met inpakken. En ik ga dit filmpje uploaden. Hopelijk vandaag online. En dan tot de volgende keer. Ik wens jullie ontzettend veel handwerkplezier. Doe wat je graag wil. Neem lekker ontspanning, rust, tijd voor het breien. En ja, dat ga ik dus ook doen. En ik hoop heel snel in het nieuwe huis een nieuw filmpje voor jullie op te kunnen nemen. En ik hou jullie op Insta op de hoogte. Ik plaats daar ook wat fotootjes tussendoor van de projecten waar ik mee bezig ben. En ja, tot de volgende keer!